Vergeet wat ik ook alweer kon. Jij zal hiervoor boeten. Sterf. Yo, wat? Yo mensen, welkom bij een soort speciale video op VondelijkSnel. Want jongens, in deze video ga ik een adventure map spelen die een kijker voor mij heeft gemaakt, namelijk Thomas. Deze map is eigenlijk nog van de serie van Map van een Kijker die ik een tijdje terug deed. Alleen die serie stopte en ik was helemaal vergeten dat ik nog zoveel mappen had die jullie voor mij hebben gemaakt. En Thomas had een hele vette map voor mij gemaakt. Hij tweette allemaal vette foto's naar mij. En ik dacht van, weet je, wat kan ik opnemen voor VondelijkSnel? En toen dacht ik van, oh dude, ik heb nog vet veel mappen die ik kan spelen. En ik ging in mijn mail kijken en toen zag ik deze nog van Thomas. En ik dacht van, bro, ik ga gewoon jouw map nu spelen. Ik sta hier dus in zijn map. Het is weer een Lord of the Rings soort map. Maar jongens, even tussendoor. De map van de kijker serie, die komt weer terug binnenkort. Maar dan ietsje anders. Dat horen jullie dus binnenkort. Maar ik ga eerst lekker deze adventure map spelen van Thomas Grobalize. Of zo, als ik zijn naam goed uitspreek. Dat is een... een gamertag of zo. Dus in ieder geval, bro, ik speel eindelijk je map. Het heeft even geduurd, maar... here we go, jongens. Let's go. Ik ben heel erg benieuwd. Hij heeft er best wel veel tijd ingestoken, volgens mij. Maar, let's go. Het Damien. Het Damien. In de Lotter War server zei ik dat ik een epische map zou maken. Hierbij is de map gereed om te spelen. Klik op de knop voor alle info en regels. Het Damien. Dat is waarschijnlijk een spelfoutje. Wat is dit? You and me. Oh, dat is hij waarschijnlijk. Zijn hoofd en dat ben ik. Nice. Alright, de knop. Yo, wat doet Sam hier? Dit is Sam's hoofd. What the fuck? De knop, kom maar op. Oké, laten we beginnen met het verhaal. Oh, hij heeft er helemaal een verhaal bij gemaakt. Oké, komt ie jongens. Je zit in een heuvelhuis. Je wordt wakker en kijkt uit het raam. Wat zie je? Ja, orks. Oh my god. Orks zijn gekomen om de stad achter de heuvel waar jij op woont aan te vallen. Maar er... oh, hij gaat vet snel. Maar er is echt een probleem. Jij zit hun in de weg. Vlucht uit het huis en ga de mensen in de stad Phonexia. Phonexia. Wordt... en gaan de mensen in de stad Phonexia waarschuwen. In de stad krijg je verder instructie. Succes, Damien. De regels. Geen blokken breken. Speel op normal. Speel ik op normal? Speel ik op normal. Waar kan je dat ook weer zien, jongens? Waar staat game difficulty? Oh, normal. Ja, hij staat aan. Oké. Niet cheaten. Nee, natuurlijk niet. Je kent me toch? luister naar de instructies en voer die uit. Oké, hint. Blijf nog... kijk nog wat rond in je huisje. Blijf op de paden. Alright. Nou, dat zijn duidelijke instructies, bro. Ik ga nog even een beetje mijn huisje rondkijken. Misschien... yo, Erwin. Dit is Erwin's hoofd. Ik herken iedereen's hoofd ook gewoon. Maar ik zou inderdaad nog... en dat is zwart. What the fuck? Waarom is die erin gegaan? Wat is dit? Huh? Zwarte laarzen. En wat is dit? Lederen jas. Oh, kan ik dat meenemen? Nice. En hebben we hier nog wat? Oh, dude. We hebben eten gevonden. Super chill. Ik vind het huisje leuk. Ik vind het een leuk knus huisje. Ik vind hem serieus leuk. Kan ik dit afhalen? Mag ik dit hebben? There we go. Kijk jongens, we hebben een lederen jas en zwarte laarzen. Oh, een beetje pedo-achtig, maar oké, okay, let's go. Let's do this. Even kijken, nog meer. Volgens mij heb ik nu alles gehad. Alle hoofdjes gezien, denk ik. Geen bovenverdieping meer. Nope, jongens, let's go. Oh ja, pak je jas en schoenen. Ja, die heb ik inderdaad aangedaan. Thanks, bro. Let's go. Oh my god, jongens, ik heb shaders aanstaan. Deze shaders zijn fucking mooi. Vind ik zelf, want look at this. Het is gewoon fucking geweldig. Dus maakt het ook allemaal 10 keer zo mooi. Volg het pad, natuurlijk, bro. Ik luister. Volgens mij heeft hij echt vet veel tijd in deze map gestoken. Tenminste, sowieso het huis alleen al was leuk. Oh, we kunnen nu ook het huisje vanaf een afstandje gaan bekijken. Wat een schattig klein huisje. Dat vind ik echt een heel schattig klein huisje. Volgens mij heb ik zelfs een tuintje erbij. Heb ik niet nagekeken, maar misschien kunnen we er later nog naar kijken. Gewoon even naar het tuintje, jongens. Even naar het tuintje kijken. Oh my god, hij heeft echt een dik dorp gemaakt ook. Een dik dorp, gek. Holy shit, nice. Nice, Thomas. Ik had echt deze map veel eerder moeten spelen, maar... weet je, er kwam heel veel tussen en die serie die stopte. Maar jongens, hij komt binnenkort weer terug. En dan mogen jullie weer dit soort mapjes voor mij gaan maken. Damn. Oh my god. Deze shaders maken het ook weer zo mooi. Oh, ik hoor spinnetjes. Ik heb trouwens niks om me mee te verdedigen als ik word aangevallen. Dus ik hoop niet dat ik word aangevallen. Please, no. Please. Oké. Okay, waar zijn we? Phonexia Heuvelhuis. Hobbiton Rohan. Oh, Hobbiton en Rohan zijn die kant op. Wat? Heeft hij er ook in gestopt? Phonexia is die kant op. En Heuvelhuis. Oké, dat is dat Heuvelhuis. We moeten naar Phonexia toe, toch? Ik volg het pad gewoon. Oké, wat is dit? Oké, je bent bij de stad aangekomen. Zoek de alarmtoren op en sla alarm. Als je dat gedaan hebt, ga dan op zoek naar een goede uitrusting en eten. Doorzoek de stad voor loot. Oké, dus we moeten naar de alarmtoren. Is dat een... dat is een toren. Dus ik zie twee torens. Dus laten we eerst naar die torens gaan. Hier staat nog meer trouwens. Wat staat hier? Klaar te vechten, pas druk aan het eind van de map. Nee, ik ben al lang niet klaar om te vechten. Oké, dus laten we even een toren opzoeken. Ik zag hier... wat staat hier? Bank farm. Oh joh, daar lopen hier gewoon mensen in de stad ook. Ik denk dat we deze kant op gaan. Wat is dit? De bank. Is dat een bank? Back. Back? Back? Moet dat niet bank zijn? I don't know. Maar ik zag hier ergens torens. Ik gok dat een van die twee torens de alarmtoren is. Misschien die. Oké, jongens, laten we kijken of dit de alarmtoren is. Is dit de alarmtoren? Kunnen we hier naar binnen? Jongens, kunnen we hier naar binnen? Please. Nope, ik denk niet dat we hier naar binnen kunnen. Shit, oké, dus dit is niet de alarmtoren. Daar is er nog één. Misschien is dat hem ook. Maar hier zit er ook nog één. Ja, daar zit er ook nog één. Alright, en daar ook nog één. Jesus Christ, wat is de alarmtoren? Misschien moet ik bordjes volgen, maar volgens mij heb ik nog geen bordjes gezien die zeiden waar de alarmtoren was.
Dit is hem ook niet. Maar hij zit echt op torens te focussen, weet je wel. Misschien is het ook wel gewoon een huis. En dat hij dat een toren noemt, maar... I don't know. Ook niet. Shit. Jongens, waar is de alarmtoren? I need to find the alarm tower. Ik moet mensen waarschuwen. Kan ik niet gewoon in het rond schreeuwen? Zoveel mensen zijn er trouwens niet om te waarschuwen, want er is bijna niemand. Oh, dit is ook echt een huisje in aanbouw. Wat leuk. Heeft hier zo'n stapeltje stenen neergelegd, stapeltje hout. Nice. Dat vind ik best wel creatief, weet je. Dat heb ik nog nooit eerder gezien eigenlijk. Nee, echt sick. Alright. Dit is ook niet de toren waarschijnlijk, hè? Daar zit er nog één. Heb ik die al gehad? Ik weet niet. Jongens, welke torens heb ik allemaal gehad? We moeten toch... Oh, daar. Ik zie... Ja, dat moet hem wel zijn. Dat lijkt... Ik weet niet waarom, maar dat lijkt... Alarmtoren. Ja, het staat op het bordje. Het zag er anders uit dan andere torens. Dus dit is hem sowieso. Dit is hem, jongens. We got hem. Alarmtoren. Let me climb. There we go. Knopje? De toren is op slot. Ga naar de bank en zoek daar de sleutel. Hij ligt waarschijnlijk in kluis nummer 2. Oh my god, we moeten naar de bank. Want de toren is op slot. Had hij dat niet eerder kunnen zeggen? God damn it. Oké, dus de bank was volgens mij ergens deze kant op. Kan ik hier een stukje afsnijden? Natuurlijk kunnen wij dat. Woep. There we go. Ik weet niet of het geholpen heeft. Even te kijken. De bank is volgens mij... een beetje aan het begin was hij, hè? Kijk, was hij hier? Nee, dan was hij hier rechts. Hij is hier rechts. Toch? Hij is hier rechts. Sowieso. Bank. Hij moet hier zijn. There we go. Ik weet hem gewoon nog uit mijn hoofd. Kluis nummer 2, zei hij. Wat is kluis nummer 2? Kluizen. Ja, hallo. Mag ik naar binnen? Hallo? Maar wacht. Is dit hem? Wat is dit? Klopt ik net en... Wat? Mag ik naar binnen? Ik moet kluizen. Hoe kom ik de kluis in? Hé? Wat zei hij? De toren is op slot. Ga naar de bank en zoek daar de sleutel. Hij ligt waarschijnlijk in kluis nummer 2. Maar er is maar één kluis. Kluizen. Ik zie hier... We moeten daar naar beneden volgens mij, of niet? Daar zit iets, een gat in de grond. Maar hoe kom ik hier naar binnen? Hallo? Ik mag niet cheaten van hem. Jongens, heb ik iets gemist? Hoe komen we naar binnen? Heb ik iets gekregen? Nee, ook niet. Shit. Zijn er nog meer kluizen, of niet? We moeten naar de bank, toch? Ja, bank. Maar dit is een bag. Is dit wel de bank? Wacht, wat staat hier op het bordje? Bank, deze kant op. Dan moet het toch wel die... Gast, volgens mij... Ah ja, sowieso, hij heeft gewoon een spelfoutje gemaakt of zo. Want ik denk niet dat bag iets is of bak. Dus dit moet hem wel zijn. Alleen, ik kom niet binnen. Ik weet niet of dat goed is. Dus weet je, ik ga gewoon even... Jongens, weet je? Ik ben dat iets vergeten is, dus ik ga er gewoon even... Wat? Ik mag niet... Oh shit, ik moet het natuurlijk anders doen. Jij moet één. There we go. Nice, ik mag erin. Oké. Doei! En ik doe hem weer weg. Jongens, ik doe hem weer weg. Niks aan de hand, niks gebeurd. There we go. Alright, kluizen. Ik denk dat hier de kluizen zijn. Ik denk dat hij iets vergeten was dat ik er niet in kon. What the fuck? Yo, zijn dit de kluizen? Are you serious? Moet ik niet hier naar boven eerst iets doen? Oh my god. Ligt hier een minecart? Ook niet, hè? Want dat zijn geen sleutels, neem ik aan, toch? Wat is dit dan? Oh, dat was voor die deur natuurlijk. Maar ja, die deur is er natuurlijk uit. Die heb ik gesloopt. Oké, we gaan gewoon dit pad volgen. Ik heb geen idee. Misschien moest ik hier een minecart voor hebben, trouwens. I really don't know. We gaan het gewoon per voet doen nu. Kan ik een minecartje inspannen natuurlijk. Maar, oh, daar, kijk, daar zijn we al. Nice. Oké, dit zijn de kluizen. Damn. Fucking sick. 1-0. En wat is dit? Dit is 2-0, 3-0. Waarom die 0? Oké, kluis 2, toch? Mag ik erin? Hallo? Laat me de deur... Hallo? Jongens? Oké, hij is open. There we go. Oké, dit moet de sleutel zijn. Nice! Lever, die hadden we nodig. Die hadden we sowieso nodig. Waarom doen die levers het niet? Oh, deze doet het wel. Jongens, we zitten dik in de kluis, gek. Oh, ik vind dit ook heel tof gedaan met die, hoe noem je dat? Minecart met chesten erin. Dat vind ik echt heel leuk. 4-0. Ik weet niet waar die 0 voor staat. Oh, diamond blocks. Oh my god. Maar ik mag ze niet meenemen. Ik kan ze ook niet eens meenemen. Maar whatever. Ik kan hier zelfs nog naar boven, jongens. Even kijken. Even loeren. Wat is dit? Ontgrendel deuren. Oh, moest ik dat eerst doen? Oh. Oh, wacht. Hier stond zelfs een blokje. De kluis zit op slot. Oeps. De kluis zit op slot. Zoek de hendel die de kluis ontgrendelt. Sorry, jongens. Ik zag hem niet. Oké? Okay? I'm sorry. We gaan weer terug. Niemand heeft dat gezien, oké? Okay? Nobody saw that. Oké, we gaan weer terug. We gaan weer terug naar boven. Ik weet niet of ik met een minecart moest gaan, maar dat kan volgens mij niet. Omdat hier geen powered shit zit. Dus ik kan niet zo naar boven. Maar we hebben de sleutel, jongens. Dus we kunnen nu de alarmtoren in. Dan gaan we alarm slaan. En dan moest ik in de huisjes zoeken naar loot. Misschien kunnen we dat ook wel eerst even doen als we onderweg naar de alarmtoren gaan. Want we moesten loot hebben voor als wij straks worden aangevallen door de orks. Dus wie weet staat hier ergens wel een chest. There we go. Baked potatoes. I'll take it. Prima. Helemaal niks mis mee. Misschien hierboven nog een chest. Ik heb armor en shit nodig. Zit hier een chest? Hallo? Mag ik naar boven? Ik mag niet naar boven. God damn it, ik kom hier nooit uit. There we go. Nice. Oh, nee. Oh, kopweb. Geen chest. God damn it. Waarom heb je dit gedaan? Zo naar. Je wist gewoon dat ik hier ging kijken. En dat ik dan waarschijnlijk vast kwam te zitten. En zoals ik ook deed. Oké, dus hier zit niks in. We laten gewoon de deuren openstaan bij de huizen waar niks in zit, oké? Dus we moeten die kant op. Ik ga ook nog even deze checken. Chest. Nope, shit. Oké, geef mij armor. Thomas, waar heb je armor gedaan? Hier? Nee, ook niet? Goddammit. Jongens, waar vinden we armor? Waar gaan wij... Weer zo'n smerig zoldertje hier, hoor.
Oké, ik geloof gewoon niet dat... Nee, al die zolders zijn waarschijnlijk hetzelfde zoals dit. En ik geloof niet dat hij dan op één zoldertje wel iets heeft gedaan. Ja, eigenlijk ook wel. Nou, I don't know. Eigenlijk moet ik ze ook gewoon checken, hè. Oké, nog een huisje. Jongens, we gaan nog even deze checken, hoor. Even snel. Even kijken of we loot kunnen vinden. Loot? Oh, carrots, I'll take it. Weet je, nog meer eten. Prima. En hier is weer zo'n smerig zoldertje waarschijnlijk. Jongen, je moet die zoldertjes gewoon checken. Oh, dat is een zombie. Hij valt me niet eens aan. Hij valt me niet aan. Oké, dat is chill. Doei. Doei. Ik kan hem niet staan. Shit. Oké, jongens, misschien moeten we maar gewoon... Het wordt donker, of niet? Are you serious? Oh nee, waar is de zon? Ah, het wordt bijna donker. Shit. Oké, niet chill. Alarmtoren. Weet je, we gaan gewoon de eerste deur open doen. Kijken wat we daarna moeten doen. Ja, dat stond al in het verhaal dat ik dan armor moest gaan zoeken. Maar weet je, we moeten eerst alarm slaan. Dus open de deur. There we go. Noise. Alright. Oké, je hebt alarm geslagen. Goed zo. Ga nu op zoek naar een uitrusting voor... wat? En doorzoek de stad voor loot. Als je daarmee klaar bent, ga dan naar Hobbiton en waarschuw de hobbits voor het aankomend gevaar. Ga met een paard. Oh, hoe vind ik een paard? Oh, wacht, ik zag vet veel paarden in de stad inderdaad. Alright, dus ik heb alarm geslagen. Ding, 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 ding. Moet ik echt op dat ding slaan. Nice. Oké, jongens, we hebben alarm geslagen. Dat is goed. De zon is fucking mooi. Dus nu hebben we loot nodig. Loot. Loot. Huisjes, huisjes. Misschien moet ik een groter huis hebben dan de rest. Misschien een huisje die er anders uitziet dan, weet je wel, de andere. Even kijken, deze heb ik allemaal niet gehad, want hier staat de deur nog dicht. Dus dat is een soort teken. Oh my god, I'll take everything. Thank you very much. Ik heb sowieso genoeg eten. Jongens, als ik met eten moet gaan vechten, dan moet dat maar. Want ik heb daar in ieder geval genoeg van. Dus who knows. Smerig zoldertje, jongens. Hashtag smerig zoldertje. Nope. Ik weet niet of ik die zoldertjes moet blijven checken, weet je. Het kost toch weer tijd. Maar wie weet heeft hij ergens wel iets ingestopt. Dus I don't know, het kan altijd. There we go. Jongens, wat is dit? Wat is hier? Is hier nog iets? Loot, please. Wapens. I need weapons, man. Weapons, ja. Dit moet hem wel zijn, jongens. Hij is ook echt in zo'n hoekje. Nope, ook niet. God damn it, Thomas. Waar heb je die loot gelaten? Give me some loot, Thomas. Please. Kijk, een smerig zoldertje. Oh, dit is geen smerig zoldertje. Oké, jongens. Niet elk huis heeft een smerig zoldertje. Ik wou net zeggen. Een heel dorp met allemaal dezelfde zolder en allemaal vies. Met spinnenwebben en zo. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Of daarna, dan heb je echt een smerig dorp gewoon. Met smerige mensen. Dat is een zombie. Ben ik hier al binnen geweest? I don't think so. Mag ik even langs? Niet aanvallen! Ik heb geen idee waarom ze me niet aanvallen, maar ze doen het gewoon niet. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal geen probleem. Heb ik dit huisje al doorzocht, is dan de vraag. Ik denk het niet, want de deur zat dicht. Maar aan de andere kant, smerig zoldertje. Nope. Oké, fuck die zolders, man. Thomas, wat de hel? Fuck die zolders. Wel leuk ingericht door die huisjes. Maar goddammit, die zolders zijn zo confusing. Oké, dit huis is groot, jongens. Hier moet iets in zitten. Tenminste, dat gok ik, dat hoop ik. Want ik heb echt nu even wat nodig. Want er lopen hier ook overal zombies rond nu. Want het is donker. En ik hoor spinnen, ik hoor skeletons. God damn it, geef mij iets. Nope. En... Nope. God damn it, Thomas. No. Jongens, hier misschien. Misschien. Het is ook al gewoon donker. Misschien moet ik het weer even licht maken. Anders is het echt heel donker voor jullie ook. En weet je, als we naar buiten gaan is het alweer licht. Want er zitten straatlampjes en zo. Oké, nog één huis. Hebben ze het dan allemaal gehad? I don't know. Heeft hij hem echt serieus in het allerlaatste huis wat ik dan ga zoeken? Of ga doorzoeken, heeft hij hem dan daarin gestopt? Thomas, really? Ben jij er zo een? Weet je, fuck die zolder. Ik ga gewoon niet eens meer kijken. Jongens, fuck de zolders. We gaan niet meer op de zolders kijken. Oké, even kijken hoor. Daar was de alarmtoren, daar. En dit huisje hebben we gehad, want de deur staat open. Dit huisje hebben we niet gehad, want de deur is dicht. Oké, got it. Tenminste, misschien stond dat één huisje de deur gewoon open, maar I don't know. Geef mij loot. Oké, smerig zoldertje. Nog één keer. Als hier niks zit, dan ga ik geen één zoldertje meer doen. Come on, let's go. Laat me eruit. There we go. En natuurlijk zit er helemaal niks. Ja, damn it. Jongens, ik heb struggles. Ik heb struggles. Die Thomas, die wil gewoon dat ik echt vet lang hier ga zoeken. Jongens, misschien moeten we maar gewoon zonder iets naar Hobbiton gaan. Gewoon met een paard, gewoon met deze. Oh, wat staat hierop? Hoe heet die? Gro. Oh, wauw. Omdat die man zelf Gro heet, volgens mij, die Thomas. Hallo? Oh, shit. Ik kill het paard een beetje. There we go, want hij zat nog vast. Dus hij is echt zo... Laat me los, please. Oké. Jongens, ik vind het wel goed zo. We gaan gewoon naar Hobbiton toe. En dat was volgens mij... Kan ik hier doorheen vast wel, hè? Woop. There we go. Noise. En hier doorheen. There we go. En dan moeten we naar Hobbiton en Rohan. Moeten we deze kant op. En nu krijg ik weer die melding in mijn ding. Omdat ik weer overheen ben gelopen. Maar oké, whatever. Hij heeft een dikke weg hier gemaakt. Het is vet donker ook voor mij. En we kunnen nu naar links en naar rechts. Geen bordje. Are you kidding me? Oké, we gaan deze kant op. Ik heb geen idee, maar hier kunnen we naar boven. Yo, waar ga ik nu heen? We gaan langs het water. We gaan daarheen. Jongens. Uh-oh. Creepers. En skeletons. Oeh. Dit is niet goed. Nog meer creepers. En zombies en whatever. Jongens, ik heb geen idee waar we heen gaan. Ik heb zeker geen idee. Ik heb net zo weinig idee. Oh, als jullie.
We konden daar ook naar links. Misschien moest ik wel naar links gaan. Yo, waar gaan we heen? We rennen nu gewoon serieus langs het dorpje heen. Oh shit, auw. Nou, mijn paard heeft best wel veel leven, zien jullie dat? Hij heeft 2,5 balkje ongeveer. Dus ik ga waarschijnlijk niet dood. Ik ga eerder dood dan mijn paard. Maar dat is ook geen verrassing. Are you fucking serious? Oh, nee. Oké, dat was mijn paard. Fuck. Come on, paard. Go. Shit. Oké, paarden kunnen dus niet tegen water. Oké, jongens, we moeten hem naar de overkant slepen. Come on. You can do this. Go. Nee, shit. Oké, kom, grow. Ja, goed zo, grow. Goed zo, grow. Nice. Jongens, grow luistert wel naar ons. Nou, hij houdt alleen niet van water. Maar ja, geen één paard in Minecraft houdt van water. Wacht, jongens. Weet je wat ik met deze shaders heb? Dat is heel vet. Jongens, ik ga even wat laten zien. Dat is ook leuk voor nu, want dan hebben we meer licht. Kijk, als je een torch vasthoudt... Oh, wacht, die moet even af. Grow, niet weglopen. Grow. Niet weglopen. Kijk, als je een torch vasthoudt... Woep, dan wordt het om je heen wordt het licht. Hoe vet is dat? Dus zeg maar, het wordt licht. Kijk, jongens, nu heb ik gewoon een... En als je hem weg doet, dan zie je niks. Maar zo, woep, dan hebben we gewoon licht om ons heen. Is even wat lichter. Heel veel licht. Ik zie licht in de verte. Nog meer licht. Ik zie licht daar. Jongens, als we hier naar rechts gaan, dan gaan we goed, denk ik. Of we moesten toch naar rechts. Of daar naar links. I don't know. I don't know. Shit. Oké. Dit is echt een parcours. Hoe moet je dit met een paard doen, man? En een creeper. En een paard. Oh, dat is een koe. What the fuck? Waarom ben ik bang voor een koe? I don't know. Ik zag hier licht, toch? Daar is licht. Maar weet je, ik volg het pad. Dat was een van zijn aanwijzingen aan het begin van de map. Volg het pad. What the fuck is dit, man? Hoe moet je daar met een paard doorheen gaan? Ik weet niet hoor, maar deze Gro is niet de allerdunste paard die er is. No offense, Gro. Nee, maar, you know, what the hell. Oké, we kunnen hier weer naar boven. Ik zie licht. Oh, het staat in de fik. Oh, ik weet niet of dat een goed teken is, trouwens. I don't know. Ik zie iets. Ik zie het, jongens. We gaan goed. Jongens, we hebben ons lichtstokje mee. Ons torch. Oké, wat is dit? Dit is een boot. Ik denk dat ik de verkeerde kant op ben gegaan, want dit is een boot. We zijn bij een boot. Goddammit. Oké, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga even teruglopen en dan ga ik dan daar linksaf in plaats van rechtsaf. Dus jongens, ik zie jullie zo weer. Oké, ik ben nu op het stukje aan het lopen waar... Want een stukje terug, daar kon ik dus rechtsaf in plaats van... Of linksaf in plaats van rechtsaf, want eerst ging ik rechtsaf. En nu zijn we dus hier. En ik zag in de verte al iets, net toen ik even zat te spieken. Zag ik een soort gebouwtje. Dus dit moet wel de goede kant zijn. Tenminste, ik denk dat die andere kant niet goed was. Want daar stond een boot. En dat is niet Hobbiton, dus dat is niet goed. Volgens mij is dit een Hobbitol. Ja, dit moet wel een Hobbitol zijn. Niet, shit. Dit is een oude boerderij. Dit laten de orks achter. Oh my god. Dus dit doen de orks. Oké. Potion of healing. Nice. We hebben potion of healing gevonden. Alright. Er zit hier nog meer loot. Dus dit hebben de orks helemaal kapot gemaakt. God damn it, orks. I don't know, jongens. Zelfs nu helpt die torch nog. Zien jullie dat? Het wordt nog steeds gewoon licht waar ik loop. Fucking vet vind ik dat in deze shaders. Oké, dan volgt het pad wel gewoon. Bordjes. Yeah. Shire. En die... Ja, die moet sowieso deze kant op. Ik had bordjes nodig, ja. Als je mij ergens heen stuurt zonder bordjes, dan kom ik nergens. Dan kom ik wel ergens, maar dan kom ik bijvoorbeeld bij die ezel terecht. En dat wil je niet, want je wil nooit naar een ezel toe. Damien logica, ik heb geen idee. Oh, nice. Dit moet sowieso Hobbiton zijn. Jongens, welkom in de Shire. Dit moet sowieso Hobbiton zijn. Ik bedoel, look at this. Dit is gewoon instant Shire. En we krijgen een berichtje. There we go. Oh, dude, een zwaard. Welkom in Hobbiton, de plek waar je altijd warm welkom krijgt. Yeah. Ga op zoek naar het huis van het hoofd en informeer hem over de situatie. Oké, mag ik dit zwaard hebben? Diamond sword, I'll take it. Waarom niet? Het ligt er gewoon voor het oprapen, toch, jongens? Ik heb het niet ingespand, ik weet je. Ik kom hier ook nu pas aanlopen. Nice hobbithole trouwens. Fuck sick. En dikke schilderij hier. Oké, is dit het hol? Wat? Hoe heet het nou? Het huis van het hoofd. Is dit het huis van het hoofd? Ik heb geen idee. Het is wel een beetje een krap hobbithole. Maar oké, whatever. Brood, fucking veel. Nice. Is dit een pressure plate? Nope. Oké, we gaan weer naar buiten. Klein hobbitholtje, maar ja, hobbits zijn ook kleins natuurlijk. Even kijken, is hier nog meer... Wat zou er dan in het huis? Ik zie daar een sign staan. Is dit huis van het hoofd? Huis of de hoofd van hobbiten. Deze moeten we hebben. Alright. Geef mij aanwijzingen. Waar moet ik heen? Rohan is richting het noorden. Richting. Hoorden jullie ook dat zijn, jongens? Ik heb geen idee waarom. En we kunnen klikken. Nice. Damien, hey, ik heb wat belangrijks te melden. Vertel. Achter de heuvel waar ik woon zijn orks en die gaan Phonexia plunderen. En waarschijnlijk komen ze hier ook en langs... Waarschijnlijk komen ze ook nog langs en gaan ze richting Rohan. Nu ga ik naar Rohan en ga ik hun vragen of ze mee willen vechten of dat het te laat is. Is goed, maar we hebben geen goed pad naar Rohan toe. Als je wat voedsel nodig hebt, kijk maar rond en succes. Ga terug naar het pad en ga bij het kruispunt rechtsaf. Oké. Bij het kruispunt rechtsaf. Oké, jongens, als we een kruispunt tegenkomen, rechtsaf. Jongens, rechts. Onthoud het, anders dan verdwalen we weer en dan komen we weer bij een boot uit. Oké, waar is een kruispad? Of wat? Kruising. Kruispad. Oké, we beginnen nu al. Moet ik weer terug? Of moet ik dan nu weer... Moet ik dan weer...
Was dat... Moet ik dan naar de boot? Is dat Rohan? Of niet? Dit is geen kruising, toch? Nee. Ga bij het kruispunt rechtsaf. We moeten naar het noorden, zei hij, hè? Wacht even, is dit het noorden? North. Dit is het noorden. Oké, dus ik denk... Maar nu gaan we naar het westen. En nu gaan we naar het zuiden. What the fuck? Jongens, we moeten... Rohan is naar het noorden, zei hij. Maar ik... Dit is toch geen kruispunt? Of bedoelde hij dat kruispunt weer helemaal terug? Want dat op zich... Dan komen we weer bij de boot. Oh, wacht. We kunnen ook gewoon op de bordjes kijken natuurlijk. Oké, wat staat hier? Rohan is deze kant op, jongens. Oh, kruispunt. Oh, ik ben zo dom. Duh. Maar ik verwacht dat in Hobbiton of zo al een kruispunt zal zijn. Maar nope. Jongens, wie gaat is? Wie kan still do this? Hier staat een donkey. Oftewel een ezeltje. Hoor joh, gek. Einde pad. De Hobbit had gelijk. Ga over het land. Volg de rivier richting Rohan. Einde pad. Wat als ik gewoon doorga? Ben ik dan badass? Oh, wat staat hier? Rohan. Oh my god. God damn it. Smerig water. Nee, het ziet er nu heel mooi uit, dat water. Dus ik vind het niet zo erg om in te vallen. There we go. Oké, dus we moeten de rivier volgen naar Rohan. Prima, dan volgen we gewoon deze rivier. Hij gaat daar helemaal door. No problem. Het is gewoon licht, dus het is nog niet erg. Maar straks, jongens, komen de orks. Oh, en dan ben ik heel benieuwd hoe die dat gedaan heeft. Want ik heb de Lord of the Rings mod aanstaan. Ik weet alleen niet of die... Oh my god. Yo, wat is dat? Helm's Deep? Heeft hij Helm's Deep gemaakt? Is dat Helm's Deep? Hij heeft een kleine Helm's Deep gemaakt. Oh my god, Thomas, je bent echt een held. Toch? Ik neem aan dat het Helm's Deep is. Like, moet ik hier nu al heen? Ik bedoel, dat is Rohan, dus... I guess. Weet je, ik volg nog even die rivier. Kijk waar we uitkomen. Nu kom ik hier uit. Nou, sowieso moeten we dan hier omhoog, toch? Tenminste, logisch. Jongen, hier staan allemaal... Kijk hoeveel paarden hier staan. Als dit niet Rohan is, dan weet ik het ook niet meer. Oké, let's go. Helm's Deep, we found it, guys. We got it. Fucking Helm's Deep. Mini-versie van Helm's Deep. Ik vind hem heel schattig, jongens. Wat vinden jullie ervan? Laat weten in de reacties. Ik vind hem heel schattig. En die toren, die komen ook bekend voor van Helm's Deep. Rohan, Helm's Deep. Gimme. Zeg het. Helm's Deep is helemaal vernietigd. What? Het waren de orks. Ga naar binnen en zoek wat betere armor voor jou en je paard. Ik heb geen paard meer, maar oké. Is het vernield? Nee, mini Helm's Deep, jongens. Oh my god. Mini Helm's Deep is vermoord. Why? Waarom zou je zo'n schattig klein dingetje, fortje, vernietigen? Het klopt ook gewoon allemaal, die indeling, hè? Jesus Christ, hij wilde echt dat ik daarin ging vallen of zo. Ik hoorde iets raars. Oké, geef mij loot. Loot. Oh, there we go. Diamond leggings. Oh my god. Oké, die en die, want die andere heb ik niet meer nodig. Oké, jongens, we hebben dikke armor. Wat is beter? Oké, ik hou mijn gekleurde shit, oké? Behalve deze, want chain is beter. En dan natuurlijk mijn diamond leggings. Kijk, jongens, ik heb wel een gevarieerd pakje aan nu. We moeten oppassen voor het vuur. Misschien kunnen we hier naar binnen? Nee. Helaas niet. Dit doet me denken aan de Empire War server, dit stukje. Want dan kun je hier ook vechten. Fucking grappig gedaan, dit. Fucking nice, Thomas. Oh, nee. Oh, shit. Mij schreeuwde ik een beetje. Maar dit ziet er leuk uit. Hij heeft het echt inderdaad... Of de orks hebben het echt helemaal vernield. Beetje zonde. Maar, ja, ik heb armor gevonden. Was dat het? Of moet ik nu weer... Even kijken. We kunnen ook nog hierheen, toch? Ja, we kunnen ook nog hierheen. Misschien moet ik hier weer ergens op een knopje drukken. I don't know. Hier loopt het waarschijnlijk dood. Inderdaad, dat het hier dood loopt. En deze kant op gaan we de muur op. En is hier nog wat te vinden? Knoppie of zo, want hij zei zoek wat betere armor voor jou en je paard. Dat heb ik gedaan. En wat moet ik nu doen? Even kijken. Oh, we kunnen ook nog helemaal hierheen. Oh. Yo, dude, dit is die muur. Dit is de muur die werd opgeblazen toen door die dude met die bom. Oh, chest noise. Oké, we moeten hier sowieso naar beneden waarschijnlijk. There we go. Ik heb geen idee of ik nu gevangen zit, maar waarschijnlijk niet. Ik hoop het niet. Let's find out. Oh shit. Oh my god, wat is dat? Oh, Iron Sword Sharpness 5. Ik doe dat sowieso boven een Diamond Sword. Sowieso. Diamond Horse Armor. Ik heb geen paard. Fuck. Hé, een paard. Maar hebben die... Die heeft geen zadel. Shit. Jongens, misschien moeten we cheaten. Pas drukken als je alles hebt. Ik denk dat ik alles heb. Een enchantment table heb ik niet nodig. Een paard. Ja, als ik nou even een zadel kan fixen. Maar oké, we gaan eerst wel op de knop drukken. Oh, wacht. Hier zit ook nog meer in. Wow. Wow, we kunnen ontdekken onze armor ook enchanten. Maar ik heb geen levels. Dus dat wordt niet. Oh. Oké, jongens. Never mind. We hebben genoeg levels. Go! Oh my god. Welke level gaan we doen? Ik weet niet hoeveel levels je nodig hebt voor één zo'n boekje. Oké, we gaan één ding enchanten. Is dit de beste protection? Ja, weet je, we doen het gewoon even zo. Dan wil ik mijn... gewoon mijn lederen jas. Ik ga mijn lederen jas enchanten met protection. Hoeveel kost dat? Oh, 7 levels bij. There we go. Voor de rest vind ik het wel prima zo. Ik ga nog een beetje spammen met deze dingen omdat het leuk is. Woo! Nice, oké. Jongens, ik vind onze armor nu goed. We hebben een enchanted lederen jas. En ready to go. Als je al je uitrusting hebt, ga dan met je paard terug naar de uitgang van Helm's Deep. Je gaat zelfs 's nachts tegen de ork vechten. Maar je gaat... Huh? Oh, wat gebeurt er? Hallo? Yo, ik was nog niet klaar. Yo. What the fuck? Wow. Dus jij bent diegene die mij wilt stoppen? Huh, wat? Wow. Ja, jij plundert alle steden en wilt over alles heersen. Zo werkt dat niet. Ik zal over alles heersen hier. En jij
Jij zult vandaag op deze plek ten overlijden komen. Wat? Dat dacht ik dus niet. Als er iemand is om jou te stoppen, doe ik het wel. Sowieso. Ga nu naar Sauron en probeer hem te verslaan. Yo, what the fuck? Dat was fucking kwet. Ik dacht, what the fuck? Ik ben dronken of zo, maar... Yo. Oh my god, we zijn nu ineens hier. Dude, is dit Barad-dûr? Het is mini Barad-dûr. Oh my god. Dit heeft hij echt fucking grappig gedaan. Fucking leuk dit. Oh my god. Jongens, let's go. Sauron, here I come, bitch. Set spawn point. Ja, laten we dat maar even doen, hè. Voor het geval wat doodgaan. Set spawn. En dan moeten we... Waar moeten we dat doen? Set spawn. Huh? Hallo? Set spawn. Knop weer naar links. Oh, hierheen. Ik zag de toren niet. There we go. Jongens, we zitten in mini Barad-dûr. Ik ben benieuwd of hij nog meer mini dingen heeft. We hadden dus ook mini hobbiten en zo. Mini Helm's Deep. Set spawn. There we go. Heeft hij nu gezet? Ik hoop het wel, hè? Vast wel. Drukken. Ik vind het goed. Waarschijnlijk als we dus doodgaan, komen we weer hier terecht. Ik hoop het. Maar we gaan eerst kijken wie Sauron is, hoe hij die heeft gemaakt. Want ik heb geen idee wat ik moet verwachten van Sauron. Ik heb serieus geen idee. Oké, jongens, let's go. Kan ik hier ook nog rechts? Ik denk niet dat er iets is. Laten we maar gewoon doorgaan. Een parcours. Are you fucking kidding me? Oh my god. Oh, er zou ook eens een adventure map zijn zonder parcours. Goddammit. Yo, wat zit daar? Yo, kan ik daarin? Wat is hier? Een dolf? Oh nee, hier loopt het gewoon dood. Wacht, ik moet de torch vasthouden. Oké, hier loopt het gewoon dood. Oké. Jongens, een parcours. Dit parcours is niet heel moeilijk. Tenminste... Nee, dit is niet heel moeilijk. Nee. Oké, als ik hier val, dan ben ik echt een kneus. En ik heb nu spijt dat ik dat gezegd heb. Oeh, oké, dat was niet vallen. Want ik denk dat ik ga vallen. There we go. Niks aan de hand. Jongens, niks aan de hand. Yo, gingen ze in de Lord of the Rings film ook parcouren naar Sauron? Eigenlijk een soort van wel, hè. Die hele reis die ze moesten maken. Ik leef nog niks aan. Maar die hele reis die Frodo en Sam moesten maken, dat was eigenlijk gewoon, jongens, dat was eigenlijk gewoon één go. Mag ik nou uitpraten? Dat was eigenlijk gewoon één groot parcours. Dus die reis van, ik weet niet hoe lang ze onderweg zijn geweest. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang het was. Maar die hele reis naar Mordor was gewoon een dik parcours. Dat was een fucking lang adventure map. Wauw, ik ben zo grappig. Oh nee, kom maar, wat doe ik nou? Damien, let's op, man. Jezus. Oké, hier gaan we. There we go. Waar faalde ik nou net? Was dat hier? Hoe kan ik nou hier falen? Oké, misschien was het niet hier. Oké, moeten we dus hierheen? Oh, nee. What the fuck? Je weet gewoon... Jongens. Het is wel duidelijk. Als je mij dus boos wil krijgen, of chagrijnig wil krijgen, ragent wil krijgen, whatever, dan moet je een parcours voor me maken. En dit parcours is niet eens zo moeilijk, toch? Jesus Christ. Oké, deze kant. Hoe faal ik dit? Jongens, hoe faal ik deze? Are you serious? Jesus Christ. Oké, Damien, focus. Jongens, we gaan er niet meer vallen. Jongens. Oké, dus we moeten daarheen. Dus we moeten... Oh, wacht. Kan ik vanaf daar... Nee, dan kan ik nooit daar springen. Maar waar is dit blokje dan voor? Dit blokje is ook niet nodig, toch? Ik bedoel, vanaf daar kunnen we toch nergens meer anders komen? Nee, vanaf daar naar daar gaat het nooit lukken, toch? Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat gaat lukken. We moeten daarheen. Hoe kom ik daar? Kan ik vanaf... Oh, nee! Oh, shit. Vanaf hier? Nee, dat kan ook niet. Huh? Ik snap het parcours niet. Vanaf hier. Nee, ik sprong niet. Ik ben een kneus. We nemen de... Nee, die potion is niet nodig. Nog niet. Oké, torch. There we go. Jongens, let's go. Jesus Christ. Oh, nee. Jongens, het spijt me zo dat jullie dit moeten aanzien. Ik doe mijn best. Ik doe echt serieus mijn best. Ik weet niet waar het al ligt. Wat doe ik nou? Ik ga weer niet de goede kant op. Come on, there we go. Nice. Oké, jongens, dit is echt serieus. Deze keer wordt hem, hè. Dit keer wordt hem. Hoe hoog is die trouwens? Ik ben er nog lang niet. Oh my god, Thomas. Ik dacht, hij heeft een dik adventure map voor me gemaakt. Geen parcours. Yes. Nope, hij heeft er natuurlijk weer een parcours in gedaan. Zijn er ook adventure maps zonder parcours? Ik denk het niet. Ik denk dat overal wel een soort van parcoursje in zit. Zoals dit. Jesus Christ, Sauron, waarom kom je niet gewoon naar beneden? Waarom moet ik naar jou toe komen? Jij wil mij toch vernietigen, of niet? Waarom doe jij dit parcoursje niet gewoon naar beneden en kom je dan naar mij toe? Hoe vind je die? Oké, die moeten we halen, jongens. Come on. Oké, jongens, ik ben er klaar mee. We doen het even alleen dat stukje. Jongens, ik zet dit als checkpoint, oké? Dit is checkpoint. Oké, jongens, niemand heeft het gezien. Checkpoint. Anders gaat het te lang duren. There we go. Checkpoint. Oké, nice. Dus als we doodgaan... Oké, ik mag daarheen. Oké, ik doe ook even gewoon een game. Oké, we mogen hierheen. Dit is mijn checkpoint, ja? Waar een torch op staat is checkpoint. Oké, deze kant op. Hierheen. Ja, heel goed. Daarheen. Die zag ik net niet, dus dat is oké. Moet ik hier op springen? Dat kan. Jezus, hoe maak je zo'n parcours? Dan moet je toch ook zelf testen. Word je toch ook gek van? Kan ik hierop? Ja, hè? Oké, nice. Dan gaan we daarheen. Checkpoint. Ik maak hier een checkpoint van. Ik kan dat, want het is mijn serie. Wauw. Vet arrogant. Oké, hierheen. En nu. Daarop. Are you fucking serious, Thomas? Checkpoint. Oké, got it. Nice. Overal checkpoints van maken, jongens. Dat is onze tactiek gewoon. Come on, we can do this. Oh my god, waarom zit er nou zo'n ding boven me? Dan kan ik toch niet springen?
Nee! Waar was mijn checkpoint? Ik weet niet, waar was mijn checkpoint? Oké, we zijn er bijna. Volgens mij was hier mijn checkpoint. Hier, checkpoint. Oké, hierheen. Hoe kom ik dan in godsnaam daarop, man? Dan kan ik van dat... Nee, dat kan ik ook niet via hier doen. Dude! Nope. Oh my god. En het begint ook nog te regenen buiten. In Minecraft dan, hè. Yo, hoe moet ik die doen? Hallo? Maar er zit een steen boven mijn hoofd. Hoe kan ik die ooit springen? Nope. Oh my god. Oké, jongens. Laten we die overslaan. Checkpoint. Was dat deze checkpoint? Ja, hè. Oké, checkpoint. Jongens, ik maak de checkpoints. I got this, ja? Je kan toch niet springen als er een blok boven je hoofd zit? Of ik ben weer gewoon vet noob. En als laatste nog een ladder parcoursje natuurlijk, want dat hoort er allemaal bij. There we go. En nu... Oh, hoe doe ik dit ook weer? Hoe moet ik dit ook weer doen? Nee, no. Goddammit, hoe moet je dit ook weer doen? Is dit zo moeilijk? For real? Oh, we zijn er al. Kijk. Jongens, daar gaan we. Oh shit, ik vlieg. Oké, dat was niet... Ik wil niet vliegen. Stop. Oké. Oké, we vliegen niet. Jongens, ik vlieg niet nu, hè? Nee, we vliegen niet. Oké. There we go. En nu... Hop. Nice. Oké, Sauron komt tevoorschijn. Hoe ben jij hier zo snel gekomen? Zo snel. Sauron, are you serious? Ik heb echt... Oh my god. Vergeet wat ik ook alweer kon. Jij zal hiervoor boeten. Sterf. Yo, wat? Wat? Yo, ik zit in het water. What the fuck? Wat? Waar de fuck ben ik? Oh, een boot. Wow, yo, gek. Wat zei die nou allemaal? Ik zat niet op te letten. Ik zat niet te kijken wat hij zei. Yo, we kunnen door het water heen kijken gewoon. Dit is helder water. Oh my god. Mijn Minecraft lagt een beetje. Ik weet niet waar dat komt. Stop met laggen, Minecraft. Komt waarschijnlijk door al dit fucking water dat hier zit. We gaan gewoon hierheen. Als we op de boot zitten, stopt het wel, jongens. Hou vol. Het water is echt fucking helder. Fucking nice dit. Als ik onder water ga, kan ik dat nog steeds zien? Nee, natuurlijk niet. Dan. Minecraft logic. Oh, de visser. Jongens, we zijn bij een visser. We zijn bij een visser. Wie is deze man? De visser. Mag ik op jou drukken of zo? There we go. Gegroet, wie ben jij en wat doe je hier? Op open zee. Ik ben Damon en stond oog in oog met... Huh? Deed ik dat nou? De visser. Huh? Oh, het is ineens licht geworden. What the fuck? Huh, wat... Ik ben Damien, stond oog in oog met Sauron. Ik kreeg een raar zicht. Kon niks zien en toen kon ik niet bewegen. En toen was ik opeens hier. Inderdaad, what the fuck. Je mag blijven. Ik maak je wel wakker als we in de haven zijn. Ga maar slapen. Nu ben ik ineens hier. Ik ben hier dus ineens aan land. What the fuck? Oh, nu zijn we bij de boot waar we net waren. Of nou ja, een tijdje terug waren. Oh my god. Jongens, we zijn bij de boot. Woe, we zijn bij de boot. Oh my god. Oké, we gaan omhoog. Wauw. Dat heeft hij echt fucking netjes gedaan. Die Thomas. Die Thomas, jongens. Wat een man. Hier zit een knopje. Dat doet waarschijnlijk helemaal niks, hè? Nee. Wauw. Ik ben hier dus gewoon in een soort haventje aangekomen. Wauw. Dat is echt fucking epic. Maar misschien kan ik weer drukken, jongen. Even kijken. Bedankt, waar zijn we nu precies? We zijn ten westen van de stad Phonoxia. Het is een paar minuutjes lopen. Oh, dan ga ik daar even kijken. Zo, orks zouden de stad aanvallen in opdracht van Sauron. Misschien ben ik nog op tijd. Echt? Ik woon daar. Ga alsjeblieft kijken voor mij. Ja, kom mee dan, makker. Jongens, we moeten naar Phonoxia. Dat is dus daar. Tenminste, waar is Phonoxia? Ja, het is een klein stukje lopen. Dus dit stukje hadden we gelopen de vorige keer. Maar, yo, wat zegt hij? Als je aankomt in het dorp, zullen de orks op je wachten en maak je klaar voor een strijd. Als je alles hebt verslagen, ga dan naar de poort toe en zoek de knop. Ga via de poort naar binnen en druk op de knop als je klaar bent om te vechten. Oh, oké. Oké. Dus ga naar de poort en druk op de knop als je klaar bent om te vechten. Zoek dan de orks op. Oké, jongens. Dit ga ik lekker bewaren voor een volgende episode. Ik vind deze map tot nu toe echt fucking sick. Als jullie dat ook vinden, jongens, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Als ik deze map heb uitgespeeld, dan zou ik wel een download linkje in de beschrijving zetten. Zodat jullie hem ook kunnen downloaden en kunnen spelen als jullie dat leuk vinden. Laat me gewoon weten of jullie dat zouden willen. Maar tot nu vind ik hem echt fucking epic. Dus Thomas, thanks voor je map. Volgende episode, jongens, gaan we de orks verslaan. Ik ben heel benieuwd. Dus jongens, als je deze episode leuk vond, als je deze map leuk vindt, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Ik heb alles al gezegd. Jongens, het enige wat ik nog ga zeggen is, jongens, later.